Ik ben Robbe Verwekke, ik ben front-end studies ingenieur voor Total Energies. Ik werk nu aan een project waar dat we chemisch gerecycleerde olie, pyrolyseolie, verwerken op een naftakraker. Een naftakraker is een installatie die hier al gebouwd is. De bedoeling van mijn project is om te zien dat deze installatie dat die opereerbaar is, dat ze dat kunnen onderhouden en dat het veilig is. Een gemiddelde werkdag voor mij begint eigenlijk een beetje standaard, denk ik. Dus je leest je mails, ik kijk welke meetings ik gepland heb. Ik maak een beetje een agenda voor mezelf voor de uren buiten de meetings. Dan bereken ik verschillende zaken voor de installatie. Ik bekijk procedures om te zien hoe dat de installatie eruit moet zien. Ik bespreek zaken met collega's en dan ga ik ook buiten kijken. En vooral zien dat we het op een goede manier kunnen bouwen op die verschillende locaties. Ik ben industrieel ingenieur geworden of ik ben het gaan studeren omdat ik het gewoon heel interessant vond. En als kind, toen ik op de bergen speelde, zag ik de industrie eigenlijk van ver. Dan zag ik een rode vlam branden. En dat maakte mij wel nieuwsgierig naar de industrie. En als we hier dan door de industrie reden, dan zag ik ook de grote installaties. En dat sprak altijd tot mijn verbeelding. En ja, hier sta ik nu. Het interessante aan Total Energies vind ik dat het een industriële sector is, maar dat het heel, heel sterk aan het focussen is op sustainability. Dus echt het groen maken van de industrie. Dus nu bijvoorbeeld ook met mijn project. Het is een chemisch gerecycleerde olie dat we gaan verwerken. En dan gaan we eigenlijk de installatie die we al hebben een stuk ombouwen om het te vergroenen. Dus eigenlijk groene kunststoffen te kunnen maken. Dat is eigenlijk het doel van dit project. De opleiding bereidde mij voor op mijn job door het praktisch redeneringsvermogen. Je hebt een zekere theoretische basis dat je legt tijdens je studies, maar je leert vooral praktisch nadenken. Je hebt ook al praktijk in industriële toepassingen, waardoor je ook al een beetje een gevoel krijgt wat er in het grootste eigenlijk ook gebeurt in de industrie. Ik zou de opleiding aanraden omdat het een goede mix is van theorie en praktijk. Dus labo's in praktische opstellingen, maar ook berekeningen en theoretische achtergrond van de industrie. Het was een heel persoonlijk contact met de professoren en dat was wel fijn.